Hallo, ik ben Joni van VAB. Sinds maart is ritsen bij bepaalde situaties in België verplicht. Er bestaat echter ook veel verwarring over deze maatregel en daarom hebben we met VAB de kennis van de automobilisten getest. Het principe van ritsen geldt enkel bij sterk vertraagd verkeer op plaatsen waar een rijstrook wegvalt, bijvoorbeeld bij wegenwerken. Als je een oprit van de autosnelweg oprijdt, gelden de gewone voorrangsregels. 6 op de 10 automobilisten denkt echter dat ook hier ritsen van toepassing is. Ritsen geldt ook enkel bij sterk vertraagd verkeer. Als aan de normaal toegelaten snelheid gereden kan worden, dan geldt het ritsen niet en gelden de gewone voorrangsregels. 6 op de 10 automobilisten passen deze regel ook verkeerd toe. 6 op de 10 automobilisten maken dus fouten tegen de regels van het ritsen. Als je zelf wil weten hoe jouw kennis is over het ritsen, maak dan de test op onze website vab.be/ritsen.